Het gaat goed met Schouwburg Agnietenhof in Tiel. Zowel in publieksaantallen als in financieel opzicht worden er zwarte cijfers geschreven. We schrijven, zoals het dan heet, zwarte cijfers inderdaad. Dus positieve financiële resultaten. En ja, het mag nog wel eens gezegd zijn, we kunnen echt met z'n allen heel blij zijn en tevreden, maar ook een beetje trots dat we zeker met Zinder erbij zulke prachtige culturele voorzieningen in Tiel hebben. En we trekken ook heel veel bezoek vanuit een hele grote regio. Dus daarmee wordt Tiel ook steeds meer ook een centrumstad. Een belangrijke centrumstad met prachtige horeca, prachtige voorzieningen voor een hele grote regio. De Agnietenhof verkoopt de laatste jaren stabiel zo'n 55.000 kaarten per seizoen. De Schouwburg stevent ook dit seizoen op dat aantal af. Het filmtheater is eveneens stabiel. Dit seizoen gaat de teller naar verwachting richting de 7.000 à 8.000 bezoekers. De eerste namen voor het komende theaterseizoen werden onlangs bekendgemaakt. We openen het seizoen met 3 dagen Jochem Meijer. Brigitte Kaandorp komt met een nieuwe voorstelling. Claudia de Breij 3 dagen met een nieuwe voorstelling. Paul de Leeuw, de musical All Stars, de hele bekende film. Er wordt nu een musical versie van gemaakt. Evita, 3 dagen musical. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan, maar echt een groot aantal bekende namen, maar natuurlijk ook een prachtig aanbod op het gebied van toneel, dans, et cetera.